Het leven is goed in Brabantse landen. Jazeker, dat bedoelen we. We zijn drieën in de bos. Ja. Ja, van de Dassensporen. We gaan Dassensporen zoeken. Ja. Ja. Dus zullen we op weg gaan? Ja. Dan lopen. Hier zien we ook nog heide. Ja. En dan gaan we dadelijk daar over het pad lopen. Dus eens kijken waar we tegenkomen. Daar heb ik ook nog een liedje van Nostalgia. Grote stille heide. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is toch wel heel ver voor mijn tijd, denk ik. Ja, dat weet ik. Ja. Dat gaat over de heide, hè? Ja. Hé, hey, kijk eens. Ik zie hier prikkeldraad. Ja. Zie je hem bij ons ook altijd. Ja. En wat kon er aan het prikkeldraad hangen? Ja, van die dunne haartjes, hè. Dunne haren van de das. Wit, zwart, witte haren, hè. Ja, ja. Daaraan kun je zien dat er dassen zitten. Ja. Ja. Ja, kijk, Woody is daar aan het checken. Ja. Ja. Oeh, kom, dan gaan we even kijken. Ja. Kijk, hier hebben we haren aan het prikkeldraad. Ja, ik zie het al. Ik heb laten zien, hè. Ja. Het is misschien niet goed te zien. Nee, is een soort gebroken wit. Een soort beige. Ja. Kijk, die is wit. Ja, dat klopt. Zwart. Ja. Wit. Dus dat is een dassenhaar. Ja, en dus inderdaad een dassenhaar, ja. De vossenharen zijn meer bruin en wit. Ja. Ja, bruin-wit. Heel goed. Ja. Hebben we weer sporen gevonden? Dat is helemaal fantastisch. Allemaal sporen van dieren. Dit is een afdruk van een Schotse hooglander van zijn tenen. Nou, het is heel harde poep. Oh, dat is weer oude poep. Hij is een beetje grijs, maar er zitten haren in. Ik zal er eens eentje pakken. Ja, dacht ik ook. Dus wat zou het dan kunnen zijn, Mart? Een harenpoep. Hoe, zegt er hier eentje? Ik zie weer een keutel liggen, Mart. Ik denk dat de kans heel groot is dat dit van een das is. Oh. Ja. Oh. Kijk, we zitten goed. We zitten nog steeds in de richting. Ja. Hier is je aan het vroeten geweest. Daar is je aan het vroeten geweest. Ja. Dus daar heeft hij zijn eten opgegraven. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denken we ook. Hè? Wij zijn het geloof ik met z'n drieën wel eens hierover. Ja. Ja. En we zagen daar haren in het prikkeldraad. Ja. Dus we moeten denk ik hier het bos in. Ik denk, als daar de haren zitten, dat hij misschien wel daar uit het bos is gekomen om hier eten te zoeken, hier op de hei. Ja, dat denk ik ook. En om te poepen. Ja. Nee. We komen steeds dichterbij. We komen steeds dichterbij, ja. Ik heb het vermoeden. En daar, ik zie daar ook iets.